Oh mijn god. Nee! Ik moet jou doodmaken. Ik moet op jou springen. Haha! Oh. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Super Mario Maker. Ik ben je host, Link Tjogger. En welkom bij een nieuwe soep. Vandaag zijn we bij Dry Bones Gladiatorial Colosseum. Gemaakt door Dino. Ik heb geen idee wie dat is. Ik kwam deze map toevallig tegen en ik dacht bij mezelf, hey, laat ik hem gewoon spelen. We gaan het ook gewoon lekker doen. Het leek me een leuk, interessant mapje die goed gemaakt was. Zag ik aan het plaatje, dus ik dacht, hey, we gaan dus de Colosseum in. En ik ben een gladiator. En ik ben de beste gladiator ter wereld. Ja, maar eigenlijk ben ik dat niet. En er zit natuurlijk hier zo'n trollblokje die je natuurlijk niet kan... Oh, wacht, er zit een veertje in. Oh my god, ik kan wel. Ik ben een superheld. Ik dacht van mezelf, er kan niks uitkomen behalve een veer. Alles kan eruit komen, of niks kan eruit komen behalve een veer. Oh mijn god. We zitten in de Colosseum, jongens. We zitten in de Colosseum. We zitten hier in de Colosseum. Oh mijn god. Ik zit sowieso, zit daar nog een veertje in. Oh mijn god. Oh mijn god. Ah, veertje, veertje, veertje. Nee, het veertje deed het gewoon niet. Ik laat het nog een keer proberen. Let's go! Oh yes, de eerste kant is helemaal dood. Laten we de volgende kant gaan. Oh mijn god, jij jukte mij. Maar je jukte me niet goed genoeg. Jij jukte mij niet goed genoeg, jongeman. En Kobe. En hij is opgeblazen. En jij dan, hè? En jij dan, oh kut, ik wil hem doodmaken, dat was niet zo slim. Maar ik zou Link tegen niet zijn als ik hem nog een keer probeer dood te maken. Waar ben je, jongeman? Waar ben je dan, hè? Hè? Schiet je vuur dan? Hè? Hè? Vieze, vuile, tyfus, leier. Je bent hartstikke dood. Ja hoor. We hebben hem gehaald. Oké. En dan gaan we nu langs het vuur. Langs het vuur. We hebben het gehaald. Oké. We gaan deze power-up niet gebruiken. Want dat vind ik dadelijk heel erg zonde. Want die heb ik misschien dan nog nodig. Ah, gotcha, bitch. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch. En de volgende. En dan gotcha, bitch. Oké, er komen heel veel dry bones hier voorbij. Oké. Volgende. Yes, yes. Ze zijn niet 100% dood. Maar ze zijn dood. Een nieuw veertje erbij. I don't give a fuck. Let's go. Oh mijn god, waar zijn we nu beland? Oké. Ik weet waar we zijn beland. In Spike City. Dat noemen ze ook wel Spike City. Oké, we zijn de power-up kwijt. Maar we zijn tenminste nog groot. We zijn nog grote mannen. Oh mijn god. Nee! Ik moet jou doodmaken. Ik moet op jou springen. Haha! Oh my god, ik kon hem gewoon halen, maar ik weet niet wat ik deed. Ik ben echt een retard. Oké, we zijn bij de kut spikies. Kom maar. Hey, we hebben het gewoon gehaald met Veertie erbij. Kom maar bij die Victoriaanse plankie. Ja, maar nu ga je ook gewoon echt allebei dood, hè. Want die draaiboom kon ik niet doodmaken. Maar nu ik dat veertje had, gaan jullie allebei neer, hoor. Want dat laatste stukje dat ik even met dat hamertje werd getikt, vond ik toch wel een beetje kinderachtig. Hé, hey, en kijk eens aan, jongens. Een nieuw recordje. Ja, hoor. En we gaan een sterretje geven. Hier hebben we een nieuw level. Die heet Enemy Gauntlet. Van Jackson uit Amerika. En ik heb zo'n gevoel dat het, zeg maar, zo'n level is dat je om de beurt, zeg maar, een bos moet verslaan. Dus dat lijkt me wel geinig. Dat lijkt me wel geinig om te doen. De eerste baas is niks minder dan een Koompa Troompa. Die is dood. En dan hebben we hier een hele mooie Shelly Pally. En dan kunnen we die Shelly Pally gebruiken om de andere Shelly Pallys dood te maken. En dan nemen we gewoon weer mee. Is het nou echt kaas? Ben ik nou het level een beetje heel erg aan het kaas? Ik denk het wel, hè. Ik denk dat ik het een beetje aan het kazen ben. Level 5. Oh, maar deze is wel heel moeilijk. Oh, kut. Waarom deed ik dat überhaupt? Waarom liet ik hem überhaupt los? Oké, level 6. Oh, zijn de Inkvincies. Oh, god. Oké, ik ben mijn power-up kwijt door mezelf. Oh, weet je wat? Laat maar, hè. Meneertje de Shell, als je niet bij me wil komen. Oh, had ik hem toch maar meegenomen. Godverdomme. Nee, niet de Hammerbro. Oh, god. Niet Hammerbro. Oké, meteen erop gaan. Ah, nee. Of misschien toch niet. Oh, god. Ik ben alsnog kwijt. Maar ik heb nog wel power-up. Let's move. Oké, we hebben ze. Ik heb gegroundpad. Ik zag uiteindelijk dat ik een vuurbloempje kreeg. Na de mollen krijg ik een vuur. Oh my god, had ik niet mogen halen. Oké. Go, spam the fuck out of there. Oké, de heks heeft overleefd. Dat maakt niet uit. De heks mag het overleven. Wat hebben we hier? Oh, we hebben gewoon alle power-up voor de 10. We zijn bij 10 aangebroken. Wat is hier gaande? Wat is er? Oh, nee. Alles behalve de bouncerties. Ja, maar nu moeten ze ook gewoon doodmaken, hoor. Yoshi. Let's go. Laat ze doodmaken. Oh. Wat ga je doen, hè? Want je kan niks tegen mij doen. Want ik ben hartstikke goed. Hehehe. Oh, Yoshi.
Yoshi, kom maar bij. Kom maar bij. Ja hoor. We gaan in de clown county. Ja, wat ga je nu doen, hè, Bowser? Wat ga je nu doen, hè, Bowser? Wat ga je nu doen, hè, Bowser? Ja, ik dacht dus ook. Ik ga gewoon die vuurballen tegen jou aanschieten. Hoppakee. En dat is nog een vuurballetje. En dat is er nog eentje. En dit is er nog eentje. Je gaat dood. Je gaat hoe dan ook dood. Ik kan ook gewoon dit doen. Nee, dat kan niet. Ik kan niet vuur schieten naar hem van mezelf. Dat gaat niet, omdat ik te veel power-ups heb nu. Wat ik wel kan doen, is gewoon even afstappen van alles. Hoppakee. Bowser, ik ga je doodmaken. Bowser, ik ga je doodmaken. Bowser. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het afledigen, jongen? Oh, wat jammer nou, hè? Hey, Yoshi. We gaan het samen even overleven met deze clowncar. Hoppakee. Want daar gaan we dan. Ja hoor. Easy peasy lemon squeezy. Vooral denk ik zo moeilijk. Ik heb geen idee. Maar ik moest gewoon doodmaken. Geen leveltje, maar best wel makkelijk te cheesen met een fucking shell in je hand. Ik heb een mapje die heet Save Yoshi. Nou, net hebben we ook Yoshi gered. Dus ik vind dat het nu ook tijd is om nog een keer Yoshi te redden. Gemaakt door Scully. Ik ben benieuwd, Scully, wat voor een mooie mapje jij hebt gemaakt. Krijgen we hier een Yoshi eruit, jongens? We krijgen geen Yoshi, maar wel een mushroom. Anders was dat heel makkelijk. Ze hadden hem nu al gered. Oh god, nu heb ik die skeleton op mijn fucking schip. Dat is wel even wat mindere morne. I juked all of it. En dan krijgen wij hier natuurlijk... Oh god. Ah, nee! Haha, we laten nu lekker daar zo. Hoppakee. En dan hoop ik dat alle vuurdingetjes nu een beetje lief zijn tegen mij. Ja hoor, ze zijn lief tegen mij. Ze zijn hartstikke lief. Oh god. Oké, jou wil ik graag meenemen, want jij kan damage doen. Oh god, wat ben ik aan het doen? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik laat je daar wel. Ik dacht dat ik daarheen kon gaan. Wat zit hierin? Een mushroom. Nou, dank je wel voor die mushroom. Je bent echt wel een lief, gunnerig joch, hè? Ja, heel erg lief. Wat zit hier zo, jongens? Oh, echt allemaal meuk. Ja, yeah, I'm getting out of here. Oh, we hebben een mushroom gekregen. Wat lief. Dat is wel echt heel gunnerig. Oké, Bowser Jr. Oh, ik zie daar een bloempie. I'm getting out of here. Dankjewel voor het bloempie. Doei, Bowser Jr. I'm loving... Godverdomme, wat is dit nou weer voor meuk? Wat is dit nou weer... Waar heb ik dit aan verdiend? Waar had ik dat aan verdiend? Oh god, wat doe ik? Ik wil hem doodmaken. Ja, ik heb hem doodgemaakt. Oké. La la la. Ik heb het bloempie, poempie, poempie, doempie. I'm getting out of here. Dankjewel, Bowser, voor het meedoen in deze video. Yoshi, we hebben je gered. Yay! We did it, boys. We did it. Wow! Oké, een clowncar. En, ha, Yoshi. Grapje, Yoshi. Het was een grapje. Haha, dat was geen grapje. Oké. You gonna die, Yoshi. You gonna die. Ik moest Yoshi gaan vermoorden, jongens. Het spijt me. Maar, weet je, Yoshi. Het was niet echt Yoshi. Het was een nep Yoshi. In Before Dead mensen echt boos zijn in de reacties dat ik de Yoshi heb vermoord. Het was een grapje, oké. Dan hebben we een Pokémon mappie spelen. Dat is Pokémon Adventure. Gonna catch all Pokémon. Ik ben benieuwd van Jesse. Pokémon Avontuur. Welke Pokémon gaan we nemen, jongens? We kunnen de vuur-Pokémon nemen, de water-Pokémon of de gras-Pokémon. Ik wil graag de Bulbasaur zijn. Bulbasaur is de beste Pokémon ter wereld. En we worden nu een Bulbasaur! Yay! Bulbasaur is de beste van de drie. En in Before Dead mensen boos worden van... Ja, maar Link, ik vind die veel beter. Nou, dat is hartstikke mooi voor jou. Wat is dit, jongens? Wat is dit? Een sterretje. En we krijgen nog meer sterretjes. Let's go, boys! Laten we gaan! We hebben heel veel levens. Ah! Bulbasaur is aan het evolueren. Bulbasaur is boos. Oh god, ik heb hem gemist. Oké, nog een keer. Sterretje pakken. Let's go. Bulbasaur, evolueer. Ik ben echt zo fucking slecht. Waarom ben ik zo fucking slecht? Oké, Bulbasaur, let's go. Let's go to the other side. En daar zijn we dan. Wat staat hier? Catch. Oké, welke gaan we vangen? Welke Pokémon gaan we vangen? Nee, maar ik wil Bulbasaur blijven. Oké, welke Pokémon gaan we vangen? Jigglypuff, Pikachu. Of oké, we zijn een Greninja. Oh mijn god. Bulbasaur is geëvolueerd in Greninja. Oké, cool. En nu, waar moet ik nu heen? Moet ik nu blind jumpen hierheen? Ik heb geen... Ja, ik moest hier blind jumpen. Wat zit hierin? Een clown car. Daar kan Greninja...
Greninja, doe je vuuraanval! Boom! Nog een keer vuuraanval, Greninja. En nog een keer vuuraanval. En nu blijf je vuuraanval doen totdat deze hele muur weg is en dat we verder kunnen. Nou, een leuk Pokémon-avontuur zeg. Wat een teringwerk is dit, hè. Kijk, dit zijn dan van die dingen dat je denkt van, ja, waarom zit dit dan in de map? Net was hartstikke grappig. En dan heb je dit in de map. Zo van, ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Oh mijn god, ik zie het einde. I can finally end my suffering. Oh mijn god, het was zo fucking lang. Het was heel de map vol met dit. En ik dacht bij mezelf, ja, ik ga er gewoon voor. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, maar ik wil ook gewoon heel graag dit skippen. Wat hebben we hieruit gekregen? Welke Pokémon? We zijn een Mewtwo die Greninja evolueert in Mewtwo confirmed. Van Bulbasaur naar Greninja naar Mewtwo. Oké, jongens, als je nog niet je Pokémon scant, is dit nu de tip. Ja, maar nu is Mewtwo dronken en Mewtwo heeft de 4000 punten gehaald. Ik vond het echt een kutmap. Het begin was leuk, maar jezus, wat hebben ze het verneukt bij het einde. Het is ook gewoon mijn tijd, gewoon 3 minuten. Ik heb gewoon 3 minuten over gedaan om dat allemaal weg te halen. Laatste map wat we gaan doen heet, oh mijn god, zo awesome van mijn vader, namelijk Dad. En dat betekent natuurlijk vader in het Engels of in het Canadees. Dat maakt me niet uit, want deze is gemaakt door een Canadees. En ik hou wel van Canadese mensen. En we gaan deze jump halen. En deze jump nemen we ook. En deze ook. En wat is hier allemaal gaande? Ik zie hier een Koompa Troompa heel raar doen. Hij mag niet raar doen, jongens. Wat is hij allemaal aan het... Oh, er zat... Oh, god. I fucked it up. I fucked it up again. Ik kan dus een vuurbloempje krijgen. Dus als je deze hebt, deze morgen, dan kan je een vuurbloempje krijgen. Dus daar gaan we voor. Oh, we got this, boys. We got this. Oké, en dan... Oh, nee. Oké. Misschien hebben we dit nog niet. Oké. Rustig aan, Link. Rustig aan. Boom. Ja, hoor. En dan... Oh, mooi tegenhouden, Link. Oh, god. Wat zie ik daar? Wat is dit voor narigheid? Ik zie hem meteen van die ballen. Ik hou niet zo van ballen. Ik zie hier wel een checkpoint. Dus even een pace switch erop doen. Kunnen we dat? Nee, dat kan ik niet meer. Een kort moment kon ik het in mijn leven, maar nu kan ik het gewoon niet meer. Dat is wel een beetje de jammere morne. Maar weet je wat? We doen gewoon dit. We pakken deze gewoon op. En ik hoorde er al een paar doodgaan. Ik ga je ook doodmaken. Oh god. Weet je wat? Ik kan je niet eens doodmaken. Fuck dit level. Het is best moeilijk hoor. Goede levels zoeken in de wereld. De eerste level was geweldig. Die was hartstikke leuk. Die was goed gemaakt. Die was gewoon leuk in elkaar gezet. Toen gaat het maar een beetje downhill. Maar ja, dat is met zoveel dingen. Maakt niet uit. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet hier een andere video van mij te kijken. Onder om te abonneren. En daarnaast natuurlijk merchandise te kopen zoals deze muts. En ik zit nummer 1 tegen jullie. Dat is later.